115e persoon is vandaag overleden aan het COVID-19-virus. Deze persoon werd verpleegd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk, die besmet was met het virus en was opgenomen in het 's Lands Hospitaal, is gisteren ontslagen. In een telefoongesprek zegt hij dat hij in thuisquarantaine is en nog gemonitord wordt. Na zijn ontslag heeft Brunswijk 3 voertuigen verloot voor het verplegend team van de afdeling waar de COVID-patiënten worden verpleegd. Er werken 6 verpleegsters op die afdeling. De 3 personen die niet in aanmerking zijn gekomen voor een auto, hebben elk 10.000 SAD gehad. Ook hebben de dames die de auto's hebben gewonnen, elk 5.000 SAD gekregen. Brunswijk heeft deze geste gedaan uit dankbaarheid en waardering voor de eerste lijn zorgverleners. Vandaag zijn 10 personen genezen verklaard van het virus. 5 personen worden op het moment op de intensive care verpleegd. 441 personen bevinden zich nog in overheidsquarantaine.